Hoi allemaal, welkom op mijn YouTube-kanaal. Vandaag maak ik chicken tikka of kip tikka. Om chicken tikka te maken gebruik ik kip en bout. En deze snijden we in twee stukken. Ik heb de vel daarvan weggehaald en de kip heel goed schoongemaakt. Daarna heb ik sneetjes gemaakt in de kip. Vervolgens voeg ik hier yoghurt aan toe. Citroensap van 1 citroen. Groene peper, gember en knoflook. Puree, saffraan. Rode kleurstof. 1 theelepel zout. 1 theelepel rode chilipeper. 1 theelepel kurkuma. 1 theelepel komijnpoeder. 1 theelepel korianderpoeder. 1/2 theelepel chaat masala. 1 theelepel kashmiri lal mirch poeder. 1/2 lepel garam masala poeder heb ik erbij toegevoegd en heel goed gemixt. En deze heb ik gemarineerd voor 3 uurtjes of een hele nacht kan ook. Vervolgens gaat de kip in de oven voor 1 uur op 220 graden. En dit is het eindresultaat. Ik hoop dat je de video leuk vond. Vergeet niet te liken en te abonneren. Bedankt voor het kijken.